Welkom bij een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries met de missie de online automotive beter maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Vindio, Used Car Controller en tweedehands.be. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie de online automotive beter maken. En beter maken doen we door onze verkopers, onze salesmanagers daadwerkelijk te trainen op de basistechnieken wat die online automotive zo leuk en zo interessant maakt. En daarom vandaag ook te gast Johan Lammers. Johan, dankjewel voor je komst al hier. En je hebt wat te vertellen over het beter maken van die online automotive. Zeker, Paul. Zeker. Dankjewel ook voor je uitnodiging om hier te mogen zijn. Graag gedaan. Wij hebben een nieuw initiatief opgepakt. Ja. En dat is overkomen waaien uit mijn bezoeken aan Amerika. Mm-hmm. Wij hebben namelijk een nieuwe trainingsvorm opgezet voor de automotive. Ja. En dat heet 10minutentraining.nl. Ja. En dat is een hele bijzondere vorm van trainen. Dat doe je namelijk maar 10 minuten per dag. Ja. Dan beklijft het namelijk veel beter. En wat we dan eigenlijk gaan doen is de sales manager tools geven om zijn verkoopteam dagelijks 10 minuten te trainen. Middels een korte video die door een professionele trainer is gemaakt. Ja. Een korte discussie over wat gaat goed en wat moet beter. Ja. En een korte test om te kijken of iedereen heeft opgelet en het begrepen heeft wat er is besproken. Ja. Nu wil ik er maar eerst even over beginnen over die reizen naar Amerika. Ja. Want daar heb je het een beetje vandaan of daar ben je geïnspireerd geraakt op al die reizen van de NEDA. Ja. We zitten nu in oktober. De volgende NEDA is volgens mij in New Orleans januari. Ja. Wat denk je, gaat dat door? Gaat het niet door? Wordt het een online event? Wat is jouw verwachting? Ik denk dat het een online event gaat worden, ja. Ja. Ziet er niet goed uit. Nee. En zie je dat dan ook als een online event, hè? Met de content die je daar krijgt, ook als een toegevoegde waarde alsnog? Of mis je dan eigenlijk de hele spirit die je daar dan hebt? Ja, ik denk niet dat het de impact zal hebben die we normaal daar ervaren. Nee. We missen natuurlijk die workshops, die zijn gewoon live veel en veel interessanter dan allemaal online. Mm-hmm. Daar ben ik ook wel een beetje flauw van inmiddels. Ja. En al die online webinars. En ook het contact daar natuurlijk. En daarvoor ga je ook daar naartoe. Ja. Om met een groep automotive professionals daar met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Maar ook te herbeleven wat je hebt gehoord. En met elkaar ervaringen delen en wisselen. Ja, dat zal ik wel missen. Ja. En nu ben je een op en top en de gastheer, hè, op zo'n event. Hè, je maakt het echt je gasten echt naar de zin. Ja. Met reserveringen van de restaurants tot en met en dergelijke. Hè. Je gaat echt all the way in die zin. Is dat ook iets waarvoor je daar ook voor gaat om ook gastheer te kunnen zijn? Of ga je zelf ook nog wel voor die content? Ook nog, jazeker. Ja. Ja, voor mij is dat een combinatie van en content. Ja. En ook gewoon de organisator van die reis. Ja, hè? Ja, ja. Nu gaan jullie altijd wel met die groep ook altijd wel naar een dealer toe. Ja. En als je nou de afgelopen 6-7 jaar bekijkt, hè, de laatste keren dat je bent geweest, welke dealer staat er nou bovenaan waarvan je zegt van dat vond ik toch wel heel interessant door dat verhaal? Of die gozer had het toch allemaal wel voor elkaar? Nou, ik ben eigenlijk voor het eerst geïnspireerd geraakt, ook op dit thema van die trainingen als start van de dag, bij de Lexus dealer in New Orleans. Oké. Okay. Dat was een dealer die verkocht 1200 Lexussen per jaar. Mm-hmm. Hè, dus een serieuze partij. Ja. Beheer-importeur voor. Ja, beheer-importeur voor, ja. En daar werden we rondgeleid door de eigenaar en zijn sales manager. Mm-hmm. En toen vroegen wij van, nou, hoe stuur jij nou je verkoopteam aan? Ja. En toen vertelde dus die sales manager, wij beginnen elke dag met een training om mijn team 100% scherp te houden. Ja. Ik zeg, dat meen je niet, wat gaaf. Ja. En toen liet hij zien hoe hij dat deed. Ja. Wat voor content hij daarvan had. En dat zag er best wel goed uit. Was dat fysiek destijds of online ook al? Dat was fysiek en online. Fysiek en online, oké. Okay. Ja. Ja. Ook met een filmpje. Ja. Maar ik vond die filmpjes niet zo professioneel zoals wij ze nu hebben gemaakt. En ook daarbij opdrachten
en geen test. En dat vond ik ook wel weer, dat hebben wij ook toegevoegd. Mm-hmm. Omdat ik ook wil meten van wat is er nou blijven hangen. Ja. En ook om straks in een gesprek bijvoorbeeld één keer per jaar met die verkopers te evalueren van nou, waarin ben je nou ontwikkeld en hoe ben je gegroeid en hoe heb je die trainingen doorlopen. Ja. En daar ben ik heel erg door geïnspireerd, want hij deed dat echt heel goed. En later zijn we, vorig jaar zijn wij samen, nee, dat was dit jaar. Bij die Audi dealer. Ja, bij die Audi dealer. Ja, dat was dit jaar. Ja, dat is lang geleden. Ja, dat lijkt al heel lang geleden, maar dat was dit jaar, ja, in februari. Toen dat nog kon, ja. Ja, toen waren we in Las Vegas. Toen mochten de Chinezen niet komen. Dat was de eerste. Oh ja. Maar toen waren we bij de Audi dealer in Las Vegas. En toen vertelde hij ook dat hij dit op deze manier deed. Hè? Dat kun je je waarschijnlijk nog wel herinneren, want jij was daarbij. Nou ja, weet je, ik weet, dat is het fascinerende. Op het moment dat je op zo'n beurs ook bent. En ik kijk dan vaak bij die importeurs of die fabrikanten dan daar wel op de stand. Ja. En die hebben altijd zo'n uitdraging van het ideale dealerbedrijf, weet je wel, in een mock-up, weet je wel, in het klein, een soort Lego, dat je in kan kijken, waar staan de bruggen, waar staat dit, waar staat dat. En er staan altijd twee afdelingen die er altijd in staan. Een BDC, hè, zeg maar klantcontactcenter, waar weet je wel, waar de mensen amper anderhalf meter ruimte hebben om überhaupt te kunnen werken. Ja. En altijd een trainingsruimte. Ja, altijd staat dat erbij. Ja. En dat is zo evident belangrijk. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar 70% van de verkopers, ja, die haalt het eerste jaar niet. Dus je blijft ze wel opleiden. Ja, dat kan kloppen. Maar goed, aan de andere kant hebben ze wel de mindset om ze in ieder geval beter te willen maken. Klopt, ja. Nee, maar dat vind ik ook de kracht van herhaling is in dit geval. Hè? Jij noemde net dat mooie voorbeeld van die spons. Ja. Dat is misschien wel leuk dat je dat zo even vertelt. Want dat geeft precies die essentie aan waarom het belangrijk is dat je kennis overdraagt, niet in een grote bulk, maar in kleine porties. Ja, nou ja, maar kijk, ik doe heel veel presentaties, hè, heel veel seminars en dat duurt dan 3 uur lang. Nou, dan zegt iedere expert dat is te lang. Hè, dan houden mensen hun aandacht er niet bij. Nou, mijn ervaring is dat reuze meevalt als je een leuk verhaal hebt. Ja. Hè, als je een saai verhaal hebt, dan ben je na 5 minuten ook al klaar. Ja, hè, dan maakt het niet uit of het 20 minuten is of 1 uur of 2 uur, dan ben je klaar. Ja. Ik hou ze er na 3 uur best wel bij. Dan zie je de volgende dag prima gedragsverandering, maar na een week niet meer. Want dan zijn ze het kwijt. Nou, dat is het, ja. Hè, en dan moet het beklijven en dan moet je iets hebben wat daarna continu zeg maar in hun face is van joh, wat zijn we nou aan het doen? En daarmee heb ik de vergelijking gemaakt net in ons voorgesprek met die spons. Wat jij eigenlijk wil doen met je trainingen is, een verkoper is een droge spons. En als ik daar met ik heb een glas water, als ik daar dat water tegenaan gooi, wat eigenlijk een 3 uur durende seminar is, dan komt er wel wat water in die spons, maar het meeste spat eraf. Ja. Dus het beklijft wel een klein beetje, maar het meeste spat eraf. Maar als ik nou hetzelfde water elke dag een klein beetje op die spons, op die harde spons, op die droge spons gooi, precies, dan blijft al dat water, bijna al dat water erin zitten. En als de spons de hersenen is, en dan kan ik wat bereiken met die mensen. Ja. Heel mooi voorbeeld. Heel mooi voorbeeld. Kijk, en dat vind ik het fascinerende van dat trainingscentrum. Dan de fysieke elke dag even de mindset even goed zetten. Klopt. Want ik heb een slecht weekend gehad bijvoorbeeld nu. Ja. Ik heb een mindset shift nodig op maandagochtend. Ja. Is gewoon noodzakelijk. Ja. Nee, maar als start van de dag. Hè, er zijn ook heel veel autobedrijven die dat niet hebben. Dat kan ik niet begrijpen. Want je wilt toch 's morgens vroeg met z'n allen de klok gelijk zetten. Ja. En met elkaar bespreken. En helemaal als je als salesmanager of als vestigingsmanager daar de leiding hebt. Dan wil je toch met elkaar afspreken van nou jongens, dit moeten we vandaag met z'n allen bereiken. Ja. Hè, dit is ons doel. Nou, en dan is een hele mooie stap daarin om ook gewoon een aantal keren, en ik zeg dan 3 keer in de week, ook een training te doen. Ja. En bijvoorbeeld je vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van gastheerschap. Of op het gebied van hoe sluit ik de deal? Of hoe ontwikkel ik de gunfactor? Of hoe zorg ik dat ik mijn online leads allemaal goed opvolg? Ja. Maar als je nou hebt over een dagstart. Hè? Mm-hmm. Nu kom je bij heel veel dealerbedrijven, holdings en dergelijke binnen. Waar zou een goede dagstart aan moeten voldoen? Hoe lang zou die moeten zijn? En wat voor onderwerpen mogen er niet aan ontbreken? Wat mij betreft moet een dagstart voldoen aan het volgende criteria. Ten eerste van welke leads heb jij lopen? Dus wie zitten er in jouw sales funnel? Ja.
En dat hoeven geen online leads te zijn, maar ook mensen die hebben gebeld of mensen die binnenkwamen of wat dan ook. Dus ik vind eigenlijk dat elke verkoper moet kunnen reproduceren. Nou, ik heb zoveel leads lopen. En reproduceren vanuit zijn hoofd of vanuit een systeem? Ja, mijn voorkeur... Dat het te traceerbaar ook is. Allebei. Hij moet het ook aan een systeem kunnen laten zien. Maar dus welke leads die heeft lopen. Daarna de slagingskans. Mm-hmm. Hoeveel procent kans schat jij dat die klant gaat kopen? Mm-hmm. Zodat je ook kan inschatten van hoe kom ik uit? Daarna de orders die je de vorige dag hebt gescoord. Dus transacties die je hebt afgesloten. Ja. Daarna ruimte voor discussie over klanten waar je niet verder mee komt of waar je die je lastig vindt of gewoon een discussie met je collega's misschien ook een taxatie kunt overleggen of weet ik het wat. Dan over bijvoorbeeld de KPI's van het bedrijf die doorslaggevend zijn over verkoop of margeresultaat of klanttevredenheid en dat soort zaken. En dan de training. Ja, dat is het. Ik denk dat dat hoofdonderwerp moeten zijn. Ja. En hoe lang mag het allemaal duren, zo'n dagstart? Maximaal een half uurtje. Ja. En that's it. That's it. Ja. Ja. Zeker niet langer. Nee. En daar moet die sales manager ook echt op sturen. Dus mag je het in de dagstart hebben over dat de sleutels van de iGo in het verkeerde bakje liggen? Nee. 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 Nee, omdat dat de mindset verandert of de importantie van zo'n dagstart eigenlijk... Geeft de verkeerde energie. Ja. 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 Maar toch gebeurt dat vaak, hè? Ja, ja, ja. Nee, het gaat vaak over kulding. En weet je wat ook vaak gebeurt? Is dat natuurlijk is het gezellig om met je collega's koffie te drinken. Tuurlijk. Maar vaak is die dagstart meer koffie drinken en slap lullen dan dat er echt zinvolle dingen gebeuren. Ja. Dat moet echt gestructureerd, vind ik. Daar moet je echt een vaste agenda voor hebben. En die salesmanager moet daar ook gedisciplineerd in zijn om dat zo vorm te geven. Is dat in hindsight ook een van de dingen geweest die je de afgelopen jaren hebt geleerd, wat je als dealer ook eigenlijk heel moeilijk vond om te executeren in het echt? Dat je altijd met die waanzin van de dag te maken hebt? Ik deed het vroeger in mijn eigen dealerbedrijf, deed ik het elke dag ook een dagstart. Ja. Op dezelfde manier ook. Ja, en één keer in de week uitgebreid. En dan kwamen ook alle service dealers die wij in onze region hadden, die kwamen dan ook. Mm-hmm. Dat was, daar hebben ze het nu nog over. Daar hebben ze heel veel van geleerd altijd. Ja. Ja. Toch fascinerend dat soort dingen dan toch bij heel veel bedrijven afwezig blijven. Hè? Snap ik ook niet. Nee. Ik hoor vaak, hè. Laatst nog bij een dealerholding, die zei van ja, maar wij kunnen om 9:00 helemaal niet starten met zo'n meeting. Ik zeg, ja, maar wat heb je dan voor een mentaliteit? Ja. Als de ene om 9:15 binnenkomt en de andere om 9:45 en de andere om 9:15. En je moet gewoon volgens mij de discipline kunnen hebben. En toch kunnen organiseren dat iedereen om 8:30 gewoon binnen is. Tuurlijk. En dat je dan een meeting hebt met z'n allen. Ja. En dat om 9:00 de showroom open gaat, dat iedereen startklaar is. Ja, met een goede mindset. Met een goede mindset, ja. Daar gaat het om. Okay. En in die mindset en in die training heb jij ontwikkeld de 10 minuten training. Zo heet het programma dan ook, de 10 minuten training. En dat houdt dus in dat je, als ik het goed heb begrepen, zegt dat het anders is als ik het verkeerd zeg. Het is een video van 4 minuten. Max, met daarin de vraag eigenlijk van discussieer over punt A of punt B. En daarna een test. Zeg ik dat zo goed? Ja, video van 4 minuten met echt inhoudelijk tips en tricks over een bepaald onderwerp. En een bepaald onderwerp, is dat een afsluittechniek van wat zeg je als iemand zegt van ik moet het met mijn vrouw overleggen? Of precies. Gaat het ergens anders over? Nee, over dat soort dingen. En ook welke vragen stel ik om de deal binnen te halen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En hoe verkoop ik een verzekering? En hoe verkoop ik een financiering? En, allemaal onderwerpen die super actueel zijn en die je verkoper eigenlijk elke dag gebruikt. Ja. Maar ook onderwerpen die niet zo gebruikelijk zijn. He, bijvoorbeeld, hoe geef ik feedback aan collega's? Mm-hmm. Zodat ons team groeit. Ja. Hoe ontwikkel ik de gunfactor? Ja. Hoe zorg ik voor een wow-factor in de totale customer journey? En heb je dan elke week een ander topic, een ander onderwerp? Of, ja. Of gaat hoe moet ik dat zien? Ja, elke week een ander onderwerp. En dus ja, 3 trainingen per onderwerp eigenlijk. En zeg maar, het onderwerp afsluittechnieken, dat bestaat dan uit 3 onderdelen?
Ja. Van wat zeg je als de klant dit zegt, wat zeg je als de klant dat zegt. Precies. Dat zijn dan 1 en 2 onderwerpen of is dat 1 onderwerp? De afsluittechniek zelf. De afsluittechniek zelf is 1 onderwerp en er worden 3 trainingen van gegeven. Okay. Want je kunt niet alles in 10 minuten dan vertellen over afsluittechniek. Nee. Maar er wordt wel allemaal diezelfde week dan gedaan. Ja. En dan de volgende week zou het weer bijvoorbeeld over verzekering kunnen of iets over iets anders kunnen. Ja, klopt. En hoe gaan ze dat dan doen? Gaan ze dan inloggen op een portaal? Is dat online of kom je zelf langs? Of hoe moet ik dat zien? Via een Zoom-meeting? Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met 1 abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot de beste in je vak. Findio is de merkonafhankelijke automotive partner. Findio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Ik heb daar een platform voor ontwikkeld. Ja. We zijn hier ook al een jaar mee bezig. En ik heb daar een platform voor ontwikkeld. En dat platform, daar kunnen de dealers of de onafhankelijke autobedrijven op inloggen in hun eigen omgeving. Uh-huh. En daar komen bij wijze van spreken de namen ook allemaal in te staan van alle verkopers die in het team zitten. En je krijgt dan eigenlijk in je eigen omgeving krijg je helemaal aangeboden de trainingen die in het totale programma zitten. Ja. Zodat je ook elke dag kan zien van nou, die training heb ik al gehad. Uh-huh. Die heeft de test al gedaan, die nog niet. Die was gisteren ziek. Nou, die kan hem dan volgende week even inhalen. Uh-huh. Zodat je continu eigenlijk overzicht hebt in dat platform. En we kunnen dat zelfs helemaal branding maken. Hè? Uh-huh. Een merk zegt van nou, ik wil het als merk helemaal gaan doen. Nou, dan maken we het helemaal in de merkhuisstijl. Ja. En we kunnen ook nog, en dat is ook wel gaaf. Ik heb al vanuit verschillende dealerholdings de vraag gekregen van nou, zou je ook een persoonlijke training kunnen geven die op maat is voor onze holding? Hè? Ja. Bijvoorbeeld, we willen iets vertellen, of de eigenaar wil iets vertellen. Ja. Over wat zijn nou de kernwaarden van ons bedrijf? Ja. En daar wil ik mee starten. Ja. Als een soort start van. Nou ja, dat kan. Dus nou ja, ik heb een nieuwe verkoper, weet je wel. En die wil ik graag laten zien waarom zouden klanten bij ons moeten kopen. Precies. En dat is een vraag op het moment dat je die stelt aan een verkoper die er al 5 jaar werkt. Die kan hem ook niet beantwoorden. Nee. Dus laat staan iemand die net binnenkomt. Precies. Dus het is ook een hele mooie tool als je nieuwe medewerkers binnenkrijgt. Ja. Of als je zegt van nou weet je, ik ga eens een keer een verkoper binnenhalen die niet uit de branche komt. Uh-huh. Die kunnen we in een jaar tijd opleiden. Uh-huh. Op alle verschillende disciplines die je nodig hebt om dit vak te kunnen doen. Ja. Maar nu heb ik best wel veel ervaring met online trainingen. Ja. En met een platform en met video's en met verschillende zaken die jij omschrijft. Het grootste uitdaging wat ik altijd heb gevonden is om ze er elke dag maar bij te houden. Om ze er elke dag maar te laten inloggen en iets te laten doen. Ook al is het maar voor 10 minuten. Hoe ga je daarvoor zorgen? Nou, dat is een hele goede vraag. Wat ik doe, ik ga alleen met dealers in zee. Waarbij draagvlak is voor dit, voor dit platform en voor deze manier van trainen. Ja. En dus, van bovenaf? Draagvlak is op bij de sales managers. Uh-huh. Dus ik ben vorige week bijvoorbeeld bij een hele grote holding geweest. Hebben alle sales managers heb ik gesproken, 1 voor 1. En gekeken of het draagvlak was. Nou, dat draagvlak was er. En dan gaan we starten. Yeah. En niet als dat draagvlak er niet is. Want als sales managers zeggen, ja, maar dat zie ik niet zitten en dat vind ik niks. En het past niet bij mij en dat kan ik helemaal niet. Nee. Nou, dan ga ik hem niet overtuigen. Nee, maar goed, is een sales manager van de 1 van de 12 van een holding echt dan relevant? Nou, kijk, als het 12 sales managers zijn, is er eentje die niet mee wil doen. Omdat het niet zijn ding is, dan heeft hij toch zijn eigen winkel. Dan heeft hij denk ik pech, want dan gaat het toch gebeuren. Ja, want dat vond ik bij die Audi-winkel in Las Vegas. Ja, als je het niet mee eens bent, begint toch je eigen winkel. Ja, precies. Nee, maar het draagvlak voor dit concept is heel relevant. Heel belangrijk. Ja.
De sales manager moet het dragen, de eigenaar van het bedrijf, of de directie moet het dragen. En dan gaat het werken. Maar moeten ze dan zeg maar in gemeenschappelijkheid kijken of moeten ze allemaal individueel voor zichzelf? Nee, ze gaan, dat is juist het kracht ervan. Ja. Ze zitten 's morgens bij elkaar voor de start van de dag. En dan zitten ze ook met z'n allen in één ruimte met een scherm. En dan gaan ze met z'n allen tegelijkertijd naar die video kijken. Nadat ze die video hebben gekeken, is er een korte rondje van, nou, wat kunnen we hiervan leren? Ja. Wat doe jij goed, maar wat kan vooral ook beter? Ja. En dat schrijft die sales manager natuurlijk op. En die gaat met individuele personen op de dag zelf dan nog in gesprek. Van, hey, we hebben vanmorgen die video gehad. Hoe vind jij zelf dat je daarin presteert? En wat zou daarin beter kunnen? Ja. En hoe kan ik je daarbij helpen? Om zo ook de volgende dag, als je weer de vervolgtraining gaat doen, om dan ook weer met z'n allen weer op scherp te staan van, hey, nu kunnen we ook weer een volgende stap maken. Ja. En dan krijgt die sales manager ook die coachende rol door zijn team daarin te laten groeien. Ja, maar is die coaching de rol, die coachende rol van de sales manager, is die niet heel, kijk, ze doen het nou al nauwelijks. Hè? Hoe ga je dat, zeg maar, hoe ga je de sales trainer begeleiden, helpen, coachen, door hem ook een coach te laten zijn? Want eigenlijk is sales manager al de verkeerde functiebenaming. Eigenlijk zou die sales coach moeten heten. Ja, klopt. Nou, daar hebben we een speciaal programma voor. Dus elke dealer of universeel die mee gaat doen, degene die het proces gaat begeleiden en die dus ook eigenlijk de sales coach wordt, die krijgt van ons een training van 3 dagdelen. Ja. En daar beginnen we mee voordat we met het traject beginnen. Om die sales manager ook te leren hoe die dat moet doen. En wij geven bij de training ook speciale tips die de verkopers niet zien, wat hij kan doen om ervoor te zorgen dat het ook beklijft wat er die dag is besproken. Dus hij krijgt ook tips wat hij nou buiten de training om het nog eens aan zijn verkoper kan vragen. Ja. Of hey, bespreek dit eens. Of vraag eens aan je verkoper of die dat wil uitwerken. Ja. Ja, dus daar begeleiden wij die sales manager heel nadrukkelijk mee. Maar, en dat is dan niet online, dat is live. Dat doen we wel. Dat moet je fysiek doen. Dat moet je fysiek doen, ja. Maar hebben we dan niet een ander issue-probleem dat de verkoper eigenlijk de autoriteit van de sales manager niet echt accepteert? Is het niet gewoon als de sales manager zegt, dit gaan we gewoon doen, dat hij dan gewoon doet? Of ben ik dan weer te simplistisch? Zit dat in de aard van het volk? Ja. Ik denk dat als de sales manager draagvlak heeft bij zijn club, dat hij dit zeker voor elkaar krijgt. Maar moet hij draagvlak krijgen, dat is mijn vraag, moet hij draagvlak krijgen ook van zijn verkopers? Want als we dat in Duitsland doen, als we in Duitsland tegen iemand zeggen van, wil je hoog springen? Dan zegt een Duitser, hoe hoog moet je springen? Ja, ja. En hier zeggen we, waarom moet ik springen? Ja, dat is zo, ja. Hè? Ja. Moeten we altijd maar draagvlak krijgen van de club? Nee. Kijk, als je dit wil gaan doen, als de sales manager erin gelooft, dan moet het gebeuren. En als de directie in gelooft, moet het gebeuren. Dan kan die verkoper hoog of laag springen. Dan gaat hij mijn eigen winkel beginnen als hij dat niet wil. Ja. Hè? Als je als verkoper hier niet aan mee wil doen, of je zegt van, ja, maar dat heb ik allemaal al gehad. Nou, dan pas je niet in deze tijd. Nee. Dan ben je denk ik aan vervanging toe. Maar die salesmanagers rol, hè, die je moet begeleiden, ook dus in de live sessies wat je gaat doen, dat hoort er dus in dat pakket erbij. Ja, ja. Ga je ook nog met de verkopers fysiek aan de gang, live aan de gang? Of blijft dat in die video's? Ja, dat blijft in de video's. Oké. Ja, ik heb wel, kijk, er zijn bepaalde onderwerpen die misschien bij een bedrijf heel lastig te implementeren zijn. Hè? Ik noem maar wat. Het blijkt dat gastheerschap is echt een groot probleem bij een bepaald bedrijf. Dat heb ik niet in drie trainingen bij wijze van spreken opgelost. Dan kunnen we altijd nog inspringen en zeggen van, weet je, hier gaan we even dieper op in. En dan gaan we een apart moment aan wijden. En daar zou ik dan natuurlijk in kunnen assisteren. Ja. Nou, is het verkopen? Hè? Je hebt heel veel verkopers van 20, 25 en dergelijke die graag ook willen leren. Ja. Hè, die nog een beetje in die mindset ook zitten van leren. Ja. Nu hebben we ook veel verkopers van 45, van 50, 55 die alles heel al een keer hebben meegemaakt. Die wat meer moeite hebben om zeg maar zich kwetsbaar op te stellen. Laat ik het dan zomaar en stellen. Maar wat is het nou echt het verkoopvak dan in voor hun echt nou veranderd? Of is niet alles bij hetzelfde gebleven voor hun?
Of zeg je nou, het vak heeft wel degelijk veel veranderingen? Ja, het vak heeft heel veel veranderingen. Zoals? Nou, ik vind de verkoper is veel meer een adviseur en gastheer geworden dan bedouwen die klanten die auto in zijn mik. Ja, maar zijn we dan niet veel te veel adviseur geworden? En veel te weinig een closer? Nou, dat vind ik juist een hele mooie combinatie. Hè? Je moet juist zorgen dat je een hele goede gastheer bent. Mm-hmm. In combinatie met je commerciële kwaliteiten. Mm-hmm. Hè? Dus de klant moet niet het gevoel hebben dat hij in die auto geduwd is. Hè? Hij moet het wel, maar je moet wel de juiste vragen durven te stellen om het rond te maken. Ja, maar ook in die opvolging van, hè, de klant heeft offerte, gaat ermee naar huis. Ja. Dan komen te veel verkopers tegen, ja, ik ga er niet achteraan pushen. Als ze interesse hebben, dan bel ik ze zelf wel. Ja. Ja, is dat niet de verkeerde manier? Nee, ik ben er echt van overtuigd dat je er bovenop moet zitten. Ja. Dat je die klant elke keer maar weer moet bellen en met hem ook met hem af moet spreken. Nou, vindt u het goed dat ik u volgende week nog weer even bel? Dat moet je blijven doen. Dat moet je blijven doen. En ik vind wel, dat is misschien om even terug te komen op het, wat je net zei over die senior verkoper van vroeger. Hè? Ja. Verkopers van 55 plus of noem maar wat, hè? Dat kunnen hele goede verkopers zijn. Want die hebben wel heel veel ervaring. Maar ze moeten ook openstaan voor vernieuwing. En wat ik zie is dat de meesten dat best wel willen. Alleen ze moeten altijd overtuigd worden waarom het dan voor hun ook belangrijk is. Hè? En als jij kan overtuigen dat leadopvolging bij wijze van spreken ook voor hun belangrijk is. Ja. Dan denk ik dat ze daar best in meegaan. Jawel, maar ik vind op het moment dat ze er niet in meegaan, vind ik ook eigenlijk, persoonlijk vind ik dat hoor, echt immoreel gedrag. Ja. Ik vind het niet loyaal naar de werkgever toe. En dan zeggen ze, ja, maar ik werk hier al 20 jaar. Dan ben je al 20 jaar dus niet loyaal. Nee. Door niet alles uit de kansen te halen. En ik zou veel meer het credo hebben, of qua opvolging dan. Je krijgt een ja of een nee, of iemand die zegt, bel me nooit weer. En alle drie zijn goed. Precies. Ja. Maar zolang je daar niet voor wil gaan, dan zit je eigenlijk misschien in het verkeerde vak. Want verkoop is bij definitie een nee-sport. Klopt, ja. Kijk, jij hebt het als ondernemer elke dag mee te maken. Ik heb het als ondernemer elke dag mee te maken. Ik hoor elke dag vaker nee dan ja. Ja, precies. Ja. Nee, je moet de aanhouder wint. Dat blijft in dit vak continu op scherp. Ja. Ja. Qua investeringen, waar zou ik dan aan moeten denken? Ik ben Subaru-dealer, hè? Zoals je weet, in Arnhem. Daar ben ik nog niet, maar dat wil ik wel ooit worden. Ik heb 4 verkopers. Wat moet ik dan doen? Nou, de investering is hebben we heel beperkt weten te houden, omdat we het ook groter gaan uitrollen. Mm-hmm. Het zijn in principe allemaal trainingen die voor iedereen gelijk zijn. Mm-hmm. Het kost je €29 per verkoper per week. Mm-hmm. En dan heb je, dan zit dus het platform erbij waar mm-hmm. je op kan inloggen. Waar iedereen zijn persoonlijke omgeving eigenlijk krijgt. Ja. En dan heb je dus de beschikking over 40 verschillende onderwerpen. Mm-hmm. Keer 3. Dus 120 verschillende trainingen. Ja. En zit het daar nog opstart en de kosten bij, of is het gewoon per week? Is gewoon per week. Ja. En als ik 4 verkopers heb en dan weer 2 verkopers, betaal ik gewoon elke week? Of hoe werkt dat? Nee, je betaalt het per jaar. Per jaar. Ja, er wordt elk jaar, kijk, als er een verkoper bijkomt, dan wordt dat gewoon bijgeschakeld. Dan betaal je voor die verkoper gewoon voor dat jaar extra. Maar je rekent af per jaar. En als er eentje afgaat, dan betaal ik ook weer minder? Nee, je betaalt gewoon per jaar. Oké. Okay. Ja. En voor dat hele jaar? Voor het hele jaar, ja. Oké. En je hebt dan nog een voor de training van de sales manager. Ja. Daar betaal je nog een apart bedrag voor. Oké, okay, dus, dat is een aparte investering. Aparte investering, ja, okay. Voor 3 dagdelen. Oké. Okay. Willen luisteraars meer willen weten over de 10 minuten training van Johan Lammers over hoe je die online automotive beter kan maken door je verkopers, je sales managers beter te begeleiden in de veranderende wereld van vandaag. Op welke manier nemen ze dan contact met je op? Nou, dan kunnen ze het beste even gaan naar mijn website www.lammerssupportgroup.nl of even een belletje plegen naar mijn bedrijf. Ja. En dan neem ik contact op. Oké.
Super. Johan, dankjewel. Dankjewel voor je komst al hier in Ede. Dankjewel voor ons gesprek. Dankjewel voor de gastvrijheid van de afgelopen jaren bij de NIDA. Ik hoop van gans harte dat we in januari weer mogen. Ja, dat hoop ik ook, ja. En goed, en anders volgend jaar. Ja. Dan gaan we weer met frisse moed daarheen. En dan hebben we ook afgesproken dat we naar Brian Benstock gaan. Hè? Ja, met zeker. De hele club. Hij heeft ons uitgenodigd om langs te komen. Leuk. Dus alleen daarvoor zou je al mee willen of moeten gaan. Ja. Dankjewel. Ja, ook bedankt Paul voor je uitnodiging. Leuk, graag gedaan. Leuk om met je te sparren over de business. Altijd. En uiteraard volgende week weer een nieuwe aflevering. Nieuwe gast, zelfde missie, online automotive. Beter maken. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar wederom een aflevering van onze podcast. Met de missie om de online automotive beter te maken. Waardeert u onze podcast? Abonneer dan snel via onder andere iTunes, Spotify of SoundCloud. Actief delen op LinkedIn of Facebook? Dat waarderen wij graag. Evenals een review op iTunes. De podcast van Paul wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners. Marktplaats, Coldrip, Findio, Used Car Controller en Tweedehands.be.